persoon aangereden op de snelweg zo te zien of wat ik hoorde. Ja, niet aanspreekbaar. Dus meteen door. Nou, een vervolgmelding. Wat hadden we een ambulance nodig? Meer niet bekend. Geen reactie. Ga je tweede ambulance plaatsen. Reanimatie. Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP Duval en Moor. Vandaag ga ik op pad met de ambu. Binnenkort weer eens tijd voor een nieuwe ambu, maar ook weer eens tijd voor de rapid responder. Dus het kleine autootje. Maar dat kan op dit moment even niet, omdat de mods het daarvoor niet doen. Maar dat komt allemaal. Dit is hem dus voor vandaag. We hebben alles erop en eraan. Dus ik zou zeggen, laten we in ieder geval wachten op een melding. En dat gaat via LSP DFR. Dat zijn ook wat andere leuke meldingen dan de Los Santos Rescue Division mod. Dus dat komt allemaal. Of dat gaan jullie allemaal zien vandaag. Voor de rest heb ik niks te melden, geloof ik. Nee. Krijgen de eerste melding. Colorsman victim is onbekend, is ontspant wat haste. Oké. Persoon aangereden. Rijdt u alstublieft prio 1. En A1. Persoon aangereden op de snelweg zo te zien of wat ik hoorde. Ja, niet aanspreekbaar. Of ja, beter gezegd niet bij bewustzijn. Links is vrij, rechts is vrij. Links is vrij. Oké, politie zou ook onderweg zijn, ze zijn bijna te plaatsen wat ik ze op de kaart kan zien. Links en rechts hebben mij gezien en gehoord. Staan stil, dan kan ik doorrijden. Links, ja, en vrij en rechtsaf. Even spieken hoor, want hier is geloof ik een oprit. Hè? Kan ik ook wel een klein stukje hier tegen het verkeer en dat scheelt me misschien wat tijd. Heel voorzichtig hier tegen het verkeer ingaan. Nee, ik ga het niet doen. Ja. Alhoewel. Ja, nee, dat is helemaal mijn fout. Dit zijn echt niet de richtlijnen die moeten. Maar ik dacht van, nu we toch bezig zijn. Oké, zou op de fietsen zijn aangereden, niet echt handig. Ik hoop dat wij niet worden aangereden hier. Ik hoop dat we de reanimatie moeten starten. Ja, dat is helemaal verkeerd hier. Gaan eens kijken. Normaal zou je rechtsonder zo'n balk moeten krijgen met wanneer je moet tikken. Maar die was er de laatste keren al niet en die is er nu nog niet. Dus ik moet het echt gewoon gokken. Of wanneer, ja, wanneer je moet drukken op de T voor de compressies. Nou, dat heeft dus geen zin. Lijkschouwer oproepen. Oh, dit gaat echt helemaal verkeerd.
Ja, normaal is de politie door, maar die stonden hier net, maar die zijn opeens gedespawned. Dat weet ik nog van de vorige keer dat ik de mod speelde. De politie despawned. En ja, daar kun je niks aan veranderen. Dus wij gaan door. To all Port of Los Santos units. We have a pedestrian struck by a vehicle on Elysian Fields Freeway. Nou, die snapt het niet helemaal. Die snapt het ook niet helemaal. We gaan weer naar een aanrijdend persoon, niet aanspreekbaar. Ik weet niet precies waar het is hoor, dus we moeten even goed gaan bekijken zo meteen. Oh, dat is op de brug, oké. Okay. Hallo, oké. Oh. Net op hoor. Oh. Een tweede ambulance. Lift voor alle wagens. Medical aid requested on Elysian Fields Freeway. Officers report an injured civilian. An ambulance requested. Dat kan nooit kwaad aan een tweede ambu. Rijdt alsjeblieft prio. Vraag even een tweede ambu op die meerijdt voor de REA. We zijn inmiddels druk bezig. Ja, rijd maar over het slachtoffer heen natuurlijk. Tweede ambu is er bijna, die gaan ook nog even helpen. Ah, het is niet meer nodig, oké. Okay. We've got medical aid requested in Davis. 1 Lincoln 18, respond code 3. Nou, we krijgen een nieuwe melding, maar we zijn nog bezig met de REA. Hier zo, we zijn net bezig met... Ja, lekker jongens, echt toppie bezig. Nou, we gaan samen even hier... het
slachtoffer nog tot leven proberen te krijgen. Krijgt het wel, dus zij gaan met spoed naar het ziekenhuis. En ik ook. Of nee, ik niet. Ik ga naar een andere melding alweer. Het gaat allemaal lekker dicht op elkaar. De meldkamer is bezig met een grote puzzel om overal een ambulance ter plaatse te krijgen. En nu moet ik dus meteen door naar een vervolgmelding. Wat hadden we een ambulance nodig? Meer niet bekend. Deze melding is ten einde. Okay. Goed werk. Ja, u gezien, dank je. Goedendag, wie heeft een ambu nodig? Oké, even langs, dankjewel hoor. Nee, niet bedankt. Oké, nu wel bedankt. Hallo. En dus laat me maar eens kijken. Je gaat erbij liggen, zie ik. Wat hebben we? Mijn cuts en scrapes. Nou. Ik weet niet waarom de meldkamer ons hier A1 voor heeft opgeroepen. Maar meneer, ik denk dat u het beste gewoon even naar de huisartsenpost kunt gaan. Want een ritje met ons mee naar het ziekenhuis kost genoeg. En een ritje naar u toe, dat is gratis. Dus op het moment dat de ambulance gaat vervoeren, dan kost het geld. Op het moment dat de ambulance niet gaat vervoeren, kost het ook geen geld om hem op te roepen. En ja, hij heeft wat kleine schaafwondjes en wat kleine sneetjes. Kan hij ook even zelf naar de huisartsenpost gaan of in ieder geval naar de, naar zijn eigen huisarts. Die melding nemen we even niet aan, is hetzelfde. Nee, ik heb geen voorrang, maar goed. We gaan eens kijken of er nog een andere melding komt, want er zijn er genoeg hoor. Oké, okay, we gaan naar een nieuwe melding. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Prio 2 voor... Nou, daar gaan we even een eentje voor maken hoor, meldkamer. We gaan A1 richting een persoon zou ernstig gewond zijn. Badly injured. Dus ja, ja zeer, ik zou bijna zeggen zeer ernstig gewond. Dat zou een A2 zijn. Maar we gaan toch echt even A1. Pak even de trambaan. Auto links heeft mij gezien.
We zetten groen aan voor het geval dat... Hallo. Mag even langs, dankjewel hoor. We gaan de lifepack meepakken, de spoedtas en we gaan eens een kijkje nemen. We gaan er niet naartoe rennen. Dat vergt paniek. Kan paniek veroorzaken. Maar we gaan wel gewoon even rustig er naartoe lopen. Hij loopt wel naar me toe. Wat mank. Hallo meneer, wat is er aan de hand? Oh, je gaat meteen mee? Oké, kom maar. Ik kan niet zien wat er is. Hij moet alleen met spoed naar het ziekenhuis blijkbaar, want hij komt al meteen. Hij loopt met mij mee. Ik had dus groen aangezet. Mocht het een groot incident worden, mocht het een reanimatie zijn, iets anders, tot ze in ieder geval kunnen zien dat ik de eerste plaats ben. Of mocht hij bijvoorbeeld... Even kijken. Hè. Mocht hij bijvoorbeeld zijn neergestoken of zo en ik ben als eerste plaatsen, tot in ieder geval de eenheden kunnen zien tot ik als eerste hier was. En dan kan ik hun eventueel meer vertellen mochten ze vragen hebben. En dus nu naar het ziekenhuis. De toestand van de patiënt gaat achteruit zoals je rechtsonder ziet. We gaan met een glijdend transport, hoe dat heet, zo min mogelijk remmen. En soepeltjes door de bochten. Maar mochten we ergens op knallen of mochten we ook maar iets krijgen, dan kan er opeens de toestand achteruit gaan. Hier tussendoor. Links heeft mij gezien. Groen. Of het was nog niet groen, dus alles stond. Bleef stilstaan. En mijn collega die komt hem ophalen. Als het goed is. Ja, hij was nog even een sigaretje aan het roken, maar hij neemt hem nu mee. Zo, beste meneer. Overdracht is niet nodig, want ik weet zelf niet wat er los was. Melding afgerond, wij zetten hem hier weer op de poort. Het waren inmiddels twee andere ambies ook weer terug zijn gekomen. Collega's. Dus we wachten op een nieuwe melding. En we zijn weer terug op onze beginpost. We moesten daar weer terug naartoe van de meldkamer. De VWS zoals dat heet. Of ja, we stonden VWS en nu konden we weer terug naar onze eigen post. VWS staat voor voorwaardescheppend en dat houdt in dat je een andere post moet vullen. Omdat daar niet zoveel ambulances zijn. Dus in GTA heb je meerdere posten. Hier eentje. Waar hebben we nog? Hier één. En ergens bij een snelweg waar ik het altijd vergeet. Hier, oh, hier zo. En dat stel... We hebben hier allemaal meldingen, hier zo. Of ja, hier, dit is ons gebied. En het ziekenhuis hier zo heeft dit gebied bijvoorbeeld. En stel, daar zijn ze allemaal bezig. En hier staat ook nog een paar ambulances. Dat betekent dat die ambulances eventueel dit gebied mee kunnen opvullen. En dan moeten wij naar die post, zodat wij dit gebied weer kunnen opvullen. Stel dat hier een melding is. Heel ingewikkeld en dat is ook de puzzel die de meldkamer ambulance moet maken. Dus ja, dat is niet zomaar iets ambulancetjes sturen. Maar ze moeten dus denken, stel we gaan hier misschien een melding krijgen en we hebben hier geen ambulances, maar hier wel. Dan kunnen we eventueel een ambulance vandaar hier naartoe sturen, maar hebben we hier dan nog wel genoeg ambulances? Of moeten we dan van een andere ambulancepost, bijvoorbeeld van hier zo een ambulance naar hier toe laten komen. Zo had ik tijdens mijn dienst van laatst in, laatst ben ik na heel veel een tijdje terug, een maand terug, ben ik van A naar B geweest. Ik ben naar verschillende steden moeten gaan in de regio om daar allemaal op te vullen. Dus je bent wel flink op pad. Nu gaan we nog even wachten op één meldingje of niet meer. Je weet nooit hoe je dienst gaat eindigen, maar we gaan er toch vanuit dat we nog wel eentje krijgen. En dan niet een persoon aangereden. We gaan eens uit van iets anders.
injured civilian in... Nou, dan gaan we deze toch maar aannemen, want ik kan wel bezig blijven met wachten. 1 Lincoln 18. Rijd alsjeblieft prio 1. Ik ben naar laatste. Ambulance nodig, meer info onbekend. Er stond al een ziekenhuis in, namelijk het groene stipje op de kaart. Nu achter mij, de bus heeft mij wel niet gezien. Achter de bus komt niks. Gassen. Duurt lang, yes. Dat kan betekenen dat er al een huisartsenplaats is die de patiënt al heeft aangemeld bij het ziekenhuis. Dus een brengadres staat er dus al in. Of het groene stipje is weg. Ja, het groene stipje is weg, dan kan er een fout zijn. We zetten alvast een sirene uit, zodat we niet de hele buurt opschrikken. Enfin, opschrikken. Eerder zeggen dat we, of laten merken dat we eraan komen. Een beetje tot iedereen naar buiten komt, kijken wat er aan de hand is. Oh, hij ligt hier. Hallo. Hallo, hoorde mij? Nee. Geen reactie. Ga je tweede ambulance plaatsen. Reanimatie. In Vinewood Hills, officers report an injured civilian and ambulance requested. Rockford Hills, units respond code 3. Okay. Meldkamer 2, de ambulance kan gecanceld worden. Wij hebben een gros return of spontaneous... God. Oké, we gaan... We hebben wel een gros return of spontaneous circulation. Dat betekent dat wij het hart, et cetera, terug hebben gekregen. Terug aan het werk hebben gekregen. Hij stond even op, maar hij viel weer neer. Ik ga even kijken of ik hem in de ambi kan krijgen. Of dat hij al get closer to the pad, ja. Ik sta zeg maar op hem. Ik ga nog eens iets proberen. Ik ga de ambi nog iets dichterbij hem proberen te krijgen. Dat we hem ook daadwerkelijk achterin hebben kunnen liggen. Dan gaan we A1 naar het ziekenhuis. Nou, oké. Okay. Hij ligt. We hebben een route naar het ziekenhuis. Die gaat A1. We gaan alvast bellen naar... Even kijken. Wie gaan wij bellen? We gaan niemand bellen. We gaan in ieder geval de spoed... De SEA bellen, dat we eraan komen. We gaan nu onderweg gaan wij het ECG aflezen. We gaan even het een en ander qua waardes nog checken. En we gaan zuurstof geven. Of dat zijn we al aan het geven. Maar mijn taak nu dus, ook al ben ik chauffeur en verpleegkundige tegelijk, is het vervoeren van het slachtoffer.
Nou, nu moeten we hem wel rechts hier afleveren. Bij de... Oh, daar staat alleen maar ambu. Bij de trauma's emergency room. Is dat een paaltje? Ja, dat dacht ik toch. Zo. Nou, mijn groen staat automatisch aan als ik blauw aan zet. Mensen, kan je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. En ik zie jullie graag bij de volgende andere video. Of ja, in ieder geval over 2 dagen bij een andere nieuwe video. Tot dan. Doei.